vandaag een hele bijzondere dag. Ik mag wel zeggen dat dit een van de meest bijzondere dagen is die wij tot nu toe hebben mogen meemaken in onze autotopgeschiedenis. We hebben een Radical SR3 SL. En zoals je kan zien is het nagenoeg een raceauto. De SR3 is een raceauto. Hij is bijna gelijk aan die auto. Behalve een paar details. Zoals de achterspoiler is een stuk kleiner op deze. Het polyester van de body is dikker. Er zitten koplampen op, grote zijspiegels. Want deze auto is straatlegaal. En dat is natuurlijk uniek, want ja, kijk naar dit ding, het is gewoon een racewagen. En ja, ik zal jullie even laten zien hoe het is in de cockpit van deze auto. De buitenkant die zullen jullie zo meteen nog wel even zien. Ga ik even zitten. Oké. Dan hebben we hier een heel mooi Alcantara stuurtje. Ik doe de hoofdschakelaar aan. Mooie digitale tellers met je toerenteller, de versnelling waar je in zit, de turbo boost, de turbo druk komt hier, je brandstof, afstand, snelheid. En ja, dit is natuurlijk gewoon een race teller. Het ziet er zo vet uit en met die schakelindicatielichtjes die ontzettend gaan flikkeren als je te hoog komt. We hebben hier de richtingaanwijzers, groot licht, toetertje, werkt ook. En een helm natuurlijk, want... Als je op deze snelheden een vlieg in je ogen krijgt, dan ben je blind. Maar we zullen eens even gaan rijden, want ja, daar is het ding voor gebouwd en ik wil eigenlijk niet meer stilzitten. Oké, we hebben net een rondje om de auto gedaan. We gaan nu even een stukje rijden en ik heb net alles al uitgelegd, behalve dit knopje wat hier zit. Je kan kiezen tussen wet, sport en race. Dat betekent 200, 250 of 300 pk. Nou, we beginnen maar even met 200. Hoofdschakelaar. Daar gaan we. Heerlijk die startmotor. In z'n 1. Oké, nou, de Radical SR3 SL. Om te beginnen, wat ziet dit ding er fantastisch uit. Op het circuit zal het misschien niet zo gek opvallen, maar als je zo op de openbare weg rijdt, het ziet er zo vet uit. Ah, het is een auto die is gebaseerd op de SR3, dat is de raceauto van Radical. Je hebt ook gewoon een aparte klasse voor, daar rijden ze al met die Radicals, echt heel vet. En dit is dus de SL-versie, de Street Legal versie. In die raceauto zit een Hayabusa motor, een motor van een motor. En hierin zit een Ford 2 liter EcoBoost motor, 4 cilinder met dus 200, 250 of 300 pk. Ik heb nu een 200 pk en hij is al echt zo snel. Is zo fijn. Het is een sequentiële bak. Dat betekent dat hij knalt die versnellingen er gewoon doorheen. Het is geen DSG. En er zit een soort pomp op. En die jankt elke keer door middel van lucht die versnellingen er doorheen. Dus het gaat echt best wel hard. Ik vind het echt heerlijk. Het draagt echt bij aan het gevoel van deze auto.
ik zet hem in race mode. 300 pk, auto's opgewarmd, ik ben opgewarmd. Daar gaan we. Man. Het is echt niet te bevatten. Ik zal proberen om een beetje inhoudelijk te blijven en ja, wat dingen te vertellen, maar dit is zo ontzettend gaaf. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Die versnellingsbak klapt er zo hard doorheen. Ik heb echt het gevoel dat er oneindig versnelling op zitten. Oké, uit z'n twee. Oh, dit is zo fijn. Dit is echt een van de dikste dingen die ik ooit heb meegemaakt. En ik heb echt heel veel hele snelle en dure auto's gereden. Maar dit slaat echt alles. Hij is zo scherp, hij is zo direct, hij is zo hard. En hij kan zelfs nog 4 centimeter lager. Maar dat leek ons niet zo'n goed idee voor op de straat. Oh, hij is zo snel in zijn race. Ah, dit is gewoon niet normaal dat dit legaal is. Dat dit kan. Hoe kan dat nou? Dit is toch niet normaal? Er zitten gewoon wat koplampen en handrem op en ik mag gewoon op de openbare weg. Zo fantastisch. Je moet echt een Nobelprijs krijgen, de man die dit verzonnen heeft. En degene die dit verzonnen heeft. Gewoon een achteruit. Heerlijk, lekker keren. Geen stuurbekrachtiging, dus je stuurt wel zwaar, maar wel fantastisch dat het erop zit. En dan gaan we weer. Wat is dit ziek? Nou, de remmen die hierop zitten zijn ook echt top. Het zijn geen raceremmen. Dus je hebt niet dat gepiep. Maar je moet er wel echt flink op gaan staan. Het is niet zoals gewoon een straatauto dat je lekker rustig aan een beetje kan doseren. Je moet er echt flink op gaan staan. Maar dat draagt wel weer bij aan dat race karakter van de auto. Hoppa! Geen vertraging detecteren. Het is echt alsof je gewoon met je hand in die versnellingsbak zit te roeren. Bam. 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 Oh. Ja, oké. Okay. Even uit stilstand. Hij zou in 3.4 naar de 100 moeten gaan. En topsnelheid is niet belangrijk. Het gaat alleen maar om die acceleratie, dat knallen tussen die versnellingen. Bam, bam, bam. Ik wil ermee naar huis. Ik wil hem onder een dekentje lekker toestoppen en de volgende dag helemaal afjakken.
We hebben deze auto ook meegekregen van Keuler Sport in Hoofddorp. Die zijn importeur geworden van Radical voor de Benelux. En ja, echt fantastisch, want er is natuurlijk best wel weinig markt voor in Nederland. Maar ja, omdat zij die dingen gaan importeren, kunnen wij er ook gewoon in rijden. Dus echt duizendmaal dank. Ook voor het ter beschikking stellen van de auto natuurlijk. Maar het is echt... Oh. Ik ben een beetje bang dat ik dit niet meer ga overtreffen.